Yes, Mike van Duinen, vandaag een uur meegedaan. Is dat afgesproken vooraf? Ja, ja, eigenlijk een helft. En in de rust zouden we kijken hoe het ging. En ik voelde me goed, dus kon ik nog een kwartiertje door. Ja, langer niet? Nee. Het waren weer mijn eerste minuten, dus dat moet je rustig opbouwen. Snap ik. En hoe voelde dat? Weer op kunstgras in dit geval, maar op gras te staan? Ja, ik ben hartstikke blij dat ik weer een uur heb gespeeld. En ja, dat is voor mij vandaag het belangrijkste. Hoe wordt het gaan? Ja, voetballend kon het wel beter, absoluut. Maar ja, wat ik zeg, vandaag was het belangrijkste dat ik lekker minuten ging maken. En ja, daar ben ik wel blij mee. Speel je ook nog eens tegen een verdediger met best wel veel Eredivisie ervaring. Natuurlijk veel in Feyenoord 1 gespeeld als Sven van Beek. Ja, nou ja, dat is denk ik alleen maar goed. Want straks hoop ik toch ook weer tegen Eredivisie tegenstanders te spelen. Dus, Maar ja, als je weer het eerste minuten meedoet, misschien is het ook wel lekker om tegen een ventje van 18 te spelen. Of mag dat voor jou niet? Nee. Ik denk hoe hoger je weerstand is, des te beter. Want wat ik zeg, straks in de competitie heb je toch ook Eredivisie-waardig verdedigd geslopen. Jullie hadden nog best wel een aardig team lopen, hè? Met een Hadouier met veel ervaring. Jij dan, en Nigel Hesselbeck met best wel veel in de Eredivisie. Hoe vond je dat ging vandaag? Ja, ik denk aan het begin hadden we het lastig. En eigenlijk na die 1-0... kwamen we iets beter erin en ik denk de tweede helft eigenlijk ook wel. En is het mooi dat we nog 1-1 maken. Nou, je hebt ook niet echt kansen gehad, hè, volgens mij. Nee, eerste helft, wat ik zeg, was lastig. De ballen die ik kreeg waren vaak hoog en het was lastig vandaag. Wanneer denk je weer voor Excelsior 1 minuut te kunnen gaan maken? Ik hoop snel, maar ja, dat zou je toch echt aan het trainen moeten vragen. Ja, maar je weet gewoon, je hebt denk ik met de medische staf ook wel een soort planning gemaakt, of niet? Ja, nou ja, kijk, in principe als je bij het tweede kan spelen, dan kan je ook bij het eerste spelen. Dus ik heb nu bij het tweede gespeeld, dus ja, ik hoop gewoon zo snel mogelijk dan in het eerste spelen. Maar ik denk dat Van der Graag jou meeneemt voor dat je maar een helftje kan, of misschien wel als pinch hitter of zo in het begin nog. Ja, dat zeg aan de trainer. Kijk, ik ben in ieder geval inzetbaar, maar ik heb nog geen 90 minuten gemaakt, dus ja, dat zou ik misschien op moeten bouwen, maar ja. Wat ik zeg, dat is niet aan mij om dat te beslissen. Wat kun jij toevoegen aan dit Excelsior? Ik denk dat ik iets meer lengte heb dan de spelers die nu voorin lopen. En ik denk dat dat wel, zeker met goede buitenspelers, veel voorzetten, dat ik daarin wel van waarde kan zijn. En ook doelpunten kan maken, denk ik. Ja, tuurlijk. Ja, dat willen we allemaal.